Maar je gaat het echt niet goed doen. We gaan echt zwaar negen. Doei, joh! Oh, oh, die kus gewoon. Yo, wat dan mensen? Top dat jullie kijken naar een gloednieuwe aflevering van Dylan versus Jeffrey. En zoals je al kan horen, doe ik deze serie natuurlijk samen met Jeffrey. Spraakgeblek. Ja, spraakgeblek. En wat wij in deze serie doen, wij gaan challenges tegen elkaar doen die jullie mogen bepalen. Jezus, beschreef. En deze challenge is achtergelaten door Ruben Froyen, of Frojen, ik weet niet hoe je het echt uitspreekt. Ruben zegt, probeer eens met een sniper de meeste kills te krijgen. Dus wij moeten, Jeffrey en ik moeten tegen elkaar eigenlijk strijden om de meeste kills met de sniper rifle. We gebruiken allebei de TF, de classic sniper natuurlijk. En ja, we gaan gewoon kijken wie de meeste kills gaat pakken. En we zijn allebei niet echt goed in sniper, dus Jeffrey... Ik ga maar je gaat het echt niet goed doen, we gaan echt zwaar negen. Doei, joh! Oh, oh, die kringscope! Oh, zij is de fucking commentary op jouw kanaal. Dat weet ik nou. Ja, allemaal negatief. Oké, nou, ja. We gaan het natuurlijk proberen. En ik heb de score staat... Oh my god, kut. Ik sta 1-0 voor in het klassement. Dus ik heb één challenge gewonnen van Jeffrey. En Jeffrey, jongen, je kan je kans nu maken om te winnen. Kut. Ja, maar dat gaat me niet worden, want ik kan echt niet snijven. Oh, kut. Ja, dit is moeilijk. Oké, mogen we op onze scorebord kijken? Nee, toch? Dat is eigenlijk best wel chillen, eigenlijk, als we het niet mogen doen. Oké, dan gaan we dat niet doen. Oké. We mogen trouwens ook een hardscope doen. Wat, mogen we niet? Dan ben jij goed in, hè, hardscope. Ja, ik ben goed in camp en al, dus ik kan... No scope. Oh, jezus. Kijk, jongens. Oh my god, deze vent is zo slecht. Ik zat alles mis te schieten, maar die vent deed helemaal niks. Ja, okay. Dat was ik. Wat? Nee, joh. Och, kerel. Ik schoot toch op, niet op jou. Trouwens, we zitten op de map Throwback, dus dat is op zich wel een redelijke sniper met kut. Scoortjes. Kut. Het maakt trouwens niet uit of we het potje winnen of verliezen. Als ze gewoon... Gewoon die de meeste kills hebben. Ja, oh kut. Ik zag hem niet meer. Dus, maar Ruben, jongen, thanks voor je challenge, man. Super awesome challenge vind ik het op zich wel. Het is gewoon lekker iets anders. Een keer sniper. Kak! Oh, get wrecked! Oh, die vent is gerekt. En jongens, we willen eigenlijk de topcomment de hele tijd uitpakken. Gewoon die meeste duimpjes omhoog hebt als reacties. En dan willen jullie dat waarschijnlijk dan ook als meeste graag zien. We hadden deze keer eigenlijk een andere challenge in topcomment. Alleen we hadden allebei geen knife. Dus we konden die helaas niet doen. Dus sorry daarvoor. Maar laten we hem nog een keer achter. En hopelijk hebben we dan wel een knife. Ik weet niet, wanneer al die knife dan eigenlijk? 37, man. 37. Oké, ik ben al 40. Ik ben al 40. Wat ben jij dan? 26. Ben, maar dan kon hem ook sowieso niet doen. Nee. Daar, dus, oh, get wrecked. Oh, die quickscopes. Soms snipe ik best wel mooi. Ik heb trouwens een mooie Engelse vlagcamo erop. Maar jongens, de serie wordt heel goed ontvangen door jullie. Dus dat is super awesome natuurlijk. We gaan die serie ook zeker goed hard voorzetten. Want, doorzetten bedoel ik eigenlijk. Want ja, super tof. Voorzetten, dat doen we vooral. Ja, voilà. Kut, gaat hij komen? Dan is hij dood. Hij loopt om volgens mij. Kut man. Je kan niet met die sniper er niet echt op... Oh maar ja, dit is dus weer... Je kan er niet op afrennen. Dat is niet mijn speelstijl. Ik kan niet afwachtend campen. Nee, ik ook niet. Hoe? Ik kan, maar... Ik ren er gewoon te hard op af. Je moet met de sniper rustig spelen, maar dat doe ik niet. Oh kut, ik keek op mijn scorebord. Dat gaat per ongeluk. Als je doodgaat, weet je wel. Dat doe ik altijd. Had je een mooie kill? Als je dat in video hoort, joh, dan vind ik echt serieus, dan lach ik gewoon. Kut man! Maar dit is zo moeilijk, gast. Ik ben zo slecht in snipen online, hè. Oké, we moeten dus even wat concentratie erbij. Hartstikke lukt wel. Als je de quickscope battle hebt gezien, mij, Dylan en Mike. Dat heb ik pas nog gewonnen, dus. toen quickscope die ons allemaal, maar ja, nu speel je tegen een NVV en dat wordt wel moeilijker. Oh, dat waren het... Oh, wat leuk, thanks teammate. Ik ben zo... Carlos, slecht. Ik heb een quickscope, though. Oh, ik zat even lekker daar, jongen. Ik heb een paar kills bij. Hier nog één. Hoog, granaat. Hier, ho! Oh! Ik ga lekker, gast. Ik heb counter en UV. Ja, okay, komt hij hier naar binnen? Jongen, oh, nog één. Kut! Nee, niet meer killen. Oh, hij moest reloaden. Hij is prestige master. Even serieus, gast. Hoezo slecht? Oh, hij snipt mij gewoon. Hij pakte mijn sniper op en quickscope mij gewoon. Of hardscope, weet ik niet. Kut, man. Trouwens, we doen ook TDM in dit... Oh, ik heb het direct. In dit potje. Hitmarken, jongen. Jongens, hier nog... Ja, de hitmarks zijn kut, man, met sniper. Dan ben je gewoon fucked, weet je wel. Maar jongens, laat ook de game mode achter die we moeten doen. Anders spelen we alleen maar TDM, want...
Ja, we kunnen ook een keer Domination doen, maar ik weet niet echt of dat chill is, want... Oh, ik heb al lang. Ja. Vooral niet met die sniper. Ja, precies. Dus laat ook even de game mode achter. Freefall kunnen we helaas niet doen. We kunnen wel gun game doen en dat soort dingen. Maar Freefall zit hem er niet... Oh my god. Ik hit Marcus. Maar, oh, fuck man. Die vultje is zo overpowered soms, jongen. Maar als ik hem gebruik, dan krijg ik er nooit een kill mee. Dat is altijd zo. Piem. Oké. Okay. Oh, heb jij hem? Nope. Ik ben zo slecht, jongen. Oh, fuck. Oh, deze vent is push, jongen. Hij gaat zijn kinetic armor aan, zodat ik altijd sowieso een hitmarker krijg. Kijk, hij is fucking irritant, man, die true vent. Vet. True. Ja, ik zat een beetje vaag in mijn spraakgebrek. Spraakgebrek. Jezus, man. Oké. Nee, ik denk dat echt onze scores echt om te huilen zijn gewoon. Bang, kut. Ja, maar iedereen speelt met die Fallout in MV4, daar kan je gewoon niks tegen. Dat is gewoon zo. Ja, en ze hebben een warm, dus nu worden onze scores om te huilen. Ripper. Dit is echt triest, jongen. Eigenlijk moet ik gaan campen, denk ik. Bang, hitmarker. Kijk, dit is... Nee. Fucking hell. Ik ga ook even gaan campen. Ja, ik ga campen, man. Fuck dit. Ik ga ergens echt op een vieze plek liggen of zo. Maar... Fuck, dit is echt de meest dom... Oké. Okay. What the fuck? Oké, 3, 2, 1. Ik heb 9... Oh, ja, met 8 kills. Onze scores. Oh my god, Jeffrey. Dit is echt triest. Ja. Oh my god. Maar de enemies gaan ook niet zo heel erg goed, hoor. Nee, omdat dit gewoon potje met MV4 gespeeld. Ja, echt, hè. Wow. Holy shit. Maar het staat nu natuurlijk 1... Of 2-0 voor mij. Nee, het staat 1-1. 1-1, grapjas. Ik heb natuurlijk weer gewonnen, Jeffrey's gewoon noob, maar hij gaat een keer terugkomen. Ik voel het gewoon. Maar jongens, hopelijk vonden jullie deze aflevering leuk. Als jullie gewoon leuke challenges achterlaten, ja, die we gewoon makkelijk kunnen halen. Zoals, hou een 20 plus met een MV4. Nee, gewoon, ze moeten mij gewoon een challenge geven. Dylan moet alles no-scope en Jeffrey moet inzoomen. Ja, precies. Maar jongens, laat natuurlijk jouw challenge achter voor de volgende aflevering. Dat doe je gewoon in de reacties en zet erbij wat voor game mode, welke class. Misschien moeten we een soort handicap dat je bijvoorbeeld met, weet ik veel, dat je met je duimen moet schieten of weet ik veel iets doen of zo. Jeffrey lief trouwens even, want anders gaan we weer een potje doen. Maar jongens, hopelijk vond je deze video leuk. Vergeet niet een duim omhoog, een leuke challenge achter te laten. Abonneer op mijn kanaal en dan zeg ik tot bij de volgende video. Nou.